Goeiedag en welkom bij dag 3 van onze motortoertocht rondje Europa. We gaan vandaag richting Tsjechië. We vertrekken bij Castorf Kessler. Onze trouwe fietsen staan weer te wachten. We weten nog niet wat ons te wachten staat. Inmiddels wel, maar dat zullen jullie ook wel merken. We gaan vandaag op pad. Het was een warme, hele warme dag. Ja. Hier had ik nog geen rode neus en goed gekleurde armen. Foto's volgen zometeen. Geniet van de reis. Ja. Hey Petty. Ik hoor het. Ja, ja. Ja? Oké, okay, let's go. Ja, vrij. Achter ons is vrij. Gezien. Ah, lekker dat rijwindje. Oh, kut. Ik kreeg mijn mobi weer. Ah ja. Ik vergeet mijn mobielefoon weer aan te zetten. Ja, maar je verlichting nog aan, Daniel. We hebben echt heel veel sneller gereden. Ik laat jullie echt niet anders zien. Probeer even een paar afslagen erbij te pakken, zodat je weet wat we gedaan hebben. Zoals dit tankstation waar we nu naartoe gaan. Om je toch een beetje een beeld te geven van hoe, wanneer en waar. De snelweg is niet het meest leuke om naar te kijken. Maar dat is wel wat we vandaag heel veel gedaan hebben om toch in Tsjechië terecht te komen. En motoren hebben dorst. Dat snap ik na het gaan hier. Ja? Ja. Dat was mijn... Gaan we 95 maar? Ik geloof 95, ja. Het landschap verandert al, hè? Hey, nou, zijn we nog steeds te bedenken? Ik denk, maar wat moeten we aan denken? Dat is anders dan... Anders? Er is iets anders, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. Ik ben één keer in Spanje geweest, en daar doe ik me enigszins aan denken. Ja, het is een keertje groen misschien inderdaad, of ja. Precies. Of droog ondergrond, zeg maar. Ja. Hier gaan we dus even van de snelweg af om de file te ontwijken. Waarschijnlijk kunnen we er makkelijk tussendoor, maar wat is het? Weet je, we gaan wel parallel rijden. We zien er wel waar we uitkomen. We hebben vakantie. Ik heb net nog mijn fiets weer op zijn stuurshirtje gezet. Negatief. Ik heb er zo'n verstand van gelukt. Ik ga het. Hij doet het niet. Hij verdikt het. Hij verdikt het. Hij stapt op. Weer zijn naam. Nee. Oh. Het is nou nog een parkeerlicht dat in de buurt. Ik ben op de warmte, heb je nu bereikt op de stuurslot gezet? Ja, ik zat er namelijk bij de stuurslot. Ik heb het niet aangelegd. Oh, hè, zo. Ik wil afstappen. Ja. Kijk. Een drinkje. Ja,
Yay! Ik heb iets snap, hè? Kan dat? Huh? Ja, dat is zo. Ja, zijn we weg? Ja, ik denk het wel. Oké, dan zo. Ja. Uit, ja. Ah, ja. Je laat je weer aan. Ja. Ja. Hoop je aan. En dan hoop je aan. En alles aan. En rij je maar. Ja, en dan stap je natuurlijk even in. Ja, ja, zo wel. Oh. 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 Ja. Oh. Ja. Het is best leuk. Nee, joh. Jij kan het. Dan was je een seconde daar nog niet eens. Je was een halve seconde hier de weg met in. Dat kan echt niet terug. Wauw. Later. Ze doen het door een hand mee toch? Nee. Maar dit had ik niet verwacht bij de burn-out. Dit verstond ik niet. Ik zag zoiets had ik niet verwacht bij de burn-out. De burn-out was een klein riviertje, zag ik zo. Ja, de Donau, kijk maar. Wordt aan die Donau. Oh, ja, oké. Okay. Dan verdoet de Donau aan mijn verwachting. Is er net. Wat? Weet je dat dit te veel wedstrijd schrikken? Oké, we hebben toch nog wel genoeg. Dankjewel. Ja, ging bij mij 160 op de teller. Vroeg. Maar daar... Vroeg open. Tot 160, toen liep je niet eruit. En ook hier besluiten we dus weer even te pauzeren. Bij dit pompstation hebben we, ik denk, alles bij elkaar een uur gestaan. Tot we op een gegeven moment dachten, ja, we moeten gewoon verder, want het schiet gewoon niet op. Dus uiteindelijk zijn we hier dan pak een beetje een uur vertrokken. Hier nog even wat foto's van de omgeving.
ging bovenop het heuveltje staan en dan kon ik deze foto maken. Dit is de overkant, zeg maar, van de andere. Dus de overkant en dus de andere parkeerplaats. Er staan heel veel vrachtwagens. Het was een grote ruststop. En het was echt heel leuk weer. Het was warm. Echt super warm. Maar het was echt fantastisch. Rechts is vrij, kom. Ik heb nog niet het gevoel dat we er ergens voorbij kunnen, zeg maar. Nee. Oké, ja, let op. Pas 1. Blijven we zo meteen een inhaalmogelijkheid. Hou het netjes houden. Wat we hier nog niet wisten, is dat we nog heel veel vrachtwagens gingen tegenkomen. Dus het inhalen, ja, weet je, het werkt en je hebt het gevoel dat je vooruit komt, maar toch ook eigenlijk niet. Ga maar. Wil je het van inrit of moeten we echt naar rechts? Nee, ik zit langs de weg. Het is te laat volgens mij. Hier zijn we dus op zoek naar de benzinepomp. Zoek de vlaggen. Zien jullie het wel? Wij zagen het heel erg laat. Zo warm was het dus en zo moe waren we dus. Ja, het is kwijt. Als toch, ja. Daar is de pomp. Daar is de pomp. Oeh, schaduw. Ja, precies. Ken je dat gevoel? Dat je eigenlijk gewoon, dat er eigenlijk niks aan de hand is. Je bent gewoon aan het rijden. En dan zet je de motor stil. En dan ineens zegt jouw lichaam, joehoe, je moet naar de wc. En dan krijg je dus dit soort iets wat ongecontroleerde bewegingen. Ik moest hier echt verschrikkelijk nodig. Dat is echt niet grappig. Maar goed, rennen, vliegen, hopsa en tanken. En dan hier de foto's van mijn inmiddels rode neus en moeie hoofd. We hebben die dag best veel gereden. We hebben ook met water gesmeten. Mijn pak is ook nog nat, zie ik nu. Mijn neus is echt verschrikkelijk groot. Mijn armen die zijn enigszins verbrand. Maar goed, Oniva, daar gaan we weer. Oké, dat is wel lief. Oeps. Ja, ben fijn. Ja, ik ben heel fijn. Oh, ben ik blij met jou. Yes, ben ik blij met jou. Je maakt het wel, hè? Zoals jullie kunnen zien heb ik inmiddels de 360 camera erbij gepakt. Die heb ik op de snelweg eigenlijk gewoon uit laten staan. Het heeft totaal geen zin om daar 360 beelden van te maken. Vanaf hier, ik heb zo verschrikkelijk veel mooie beelden. Ik heb echt moeten knippen, plakken. Maar plakken dan eigenlijk niet. Ik moet heel veel moeten knippen. Maar het was zo'n mooi stuk vanaf waar we vertrokken, die kant op. En hier rookt dat dal. Ik kan de rit bijna letterlijk terugdromen. Zo mooi als dat het was.
is echt... Ik stop met praten. Ik luister maar naar de reacties. Leuk om jou zo blij te horen. Is dat stappen? Ja, maar heb ik de brak wel eens goed. Ik denk dat we zwaar kantoor hebben. Zeg je wel. Dat heb ik gelezen, waar was je nog? Op een pub. Even, je stond bij auto's en aannames en vrachtwagen. Ja. Heel goed. Heel goed. Travel free shop. Goed. 3,79. Ja, dat is wel duurder wat. Dat is net niet leesbaar. Welkom in Tsjechië. Ja, welkom in Tsjechië. Eindelijk in Tsjechië. Wat is het hier mooi. Wat is het hier mooi. We komen vandaag aan. Morgen hebben we een rustdag. De dag daarna gaan we naar nog een hotel. En de dag daarna vertrekken we eigenlijk weer van Oostenrijk. Dus we zijn goed 3 dagen in Tsjechië. Wat is het mooi. Veel te kort in Tsjechië geweest. We gaan echt weer terug. Niet komend jaar waarschijnlijk. We hebben andere plannen. Of het doorgaat is vraag 2. We hebben andere plannen. We gaan het zien. Geniet van de omgeving. Ik weet niet hoe de stoppen van daar. Blijf maar niet. Het stoppen van heel aan. We worden wel nagekeken, dat kan weer wel. Hé, je hebt de camera uit je toeter. Ja. Toet, toet, toet erop naar water, het komt in. Dit zijn wel de honden die ik nog nooit heb gezien. Set up, it's fine. Hotel ook. Hello. Ja, zie me vrij. Moet je naar camera controle aanzetten? Ja. Hier. Ja. Prima. Het is hier.
gevoel op. We hebben 305 meter links. Filda. Wilkunda, dat zou ook wel eens kunnen zijn dat ze het zo uitspreken. We gaan hier links afsluiten. Alles goed. Dat Hou het een beetje rustig. Hou het een beetje rustig. Kabeltje. Op een opraad kabeltje. Nee joh, wacht maar. Ik ga wel lekker van. Ja, nee. Ik zal het even helpen. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik heb geen idee waar ik ben, Mark. En dit is nou precies het nadeel van dingen op batterijen. Je headset is leeg. Vroeger met de autocom had ik daar wel eens van, die zit gewoon vast aan de motor. Daar zat ik ook vast aan de motor, dus dat was dan weer het nadeel. Dat heb ik nu niet meer. Maar goed, mijn headset is hier dus leeg en communiceren helaas niet meer mogelijk. En het is ook niet dat Senna snel aangeeft, ik ben leeg. Nee, dat doet hij 10, 15 minuten max geloof ik. En dan ben je ook gewoon klaar, dan is het ook gewoon over. Dus ja, het laatste stuk ben ik geen deelgenoot van de conversaties die nog gaan volgen. Wat is het hier mooi en wat wil ik graag terug.
Dag Gus. Schapen. Hij hoort je niet meer. Oh. Zijn zin is uitgevallen. Oké. Okay. Hij heeft schapen inderdaad. Maar hoe is het verder dan? Goed hoor. Goed voor jou. Ja, dat gaat ook zo goed. Ik vind het heel fijn, maar... Ja, ik ben hetzelfde. Ik heb 10 kilometer. Hoeveel? 10? Ja. Damn. Ja, precies. Oh, en het is wel leuk. Alles witte stukjes. Ja, zet eens op iemand die slap aan het spelen is, joh. Precies. Ze staan ook allemaal rechtop. Dat vind ik wel leuk. Gewoon hebben we die in dit naam gekut. Dat vind ik jammer. Nou, dan ga ik weer, doei dan. Oh ja. Wat is het? Happy? Oh. Mocht je niet schot? Nee. Oké. Oh. Is hij druk? Wat? Is hij druk? Oh. Ja, voor skippies is het inderdaad best wel... Heel druk. Ja. Oh, ja. Als er weer sneeuw is.
Wat een heidi plek. Wat een wat? Een heidi plekje? Yes. Is dit het? Yes. Dit is het. Oh. Nou. Oké. Oké. Zo, aankomst bij Hotel Olympia, Tsjechië. De plaats weet ik even niet meer uit mijn hoofd, maar hier zijn we dus twee nachten gebleven. Ik zal het volgende filmpje ook nog een paar video's zetten van wat we gedaan hebben, wat foto's. Het zou dan dag 4 zijn. Moe en voldaan zijn we gearriveerd. Wat een rit. En wat is Tsjechië mooi. Wat is Tsjechië mooi. Echt geweldig. Nou, daar zijn we dan. Bijna aan het einde van deze video. Nog een paar foto's van het hotel. Ons plekje en zo. Dit is dus het hotel. Aan de achterkant van deze foto, dus waar de foto nu heen kijkt, daar zit een kabelbaan. Echt super. Mooi gedaan. Nou, zo hebben we onze motoren laten overnachten. En dit is met de kabelbaan weer in de rug. We zitten aan de achterkant van het hotel. Nog één verdieping hoger, geloof ik. Volgens mij zaten we op 3. Dit is dan inderdaad voor in de winter de skibaan. En in de zomer doen ze hier met 3-wielers naar beneden rijden. Echt grappig om te zien trouwens. In de verte laaghangende bewolking, smog, vraagteken, geen idee. Dit was een beetje de uitzicht. Valt me mee hoe de camera het doet. Oh ja, en elke avond alles weer opladen. Elke avond. Ik was blij met mijn USB-laders. Het scheelt een heleboel gedoe. Vroeger had je voor alles een stekkerblok bij je. Nou ja, en Ellen aan het bier. Ik drink geen bier, dus bij mij staat de cola op de achtergrond. En dan de rode armen. Daar komen ze. Kijk. Ja, het pak is geweldig, het pak is heerlijk, maar dit is het resultaat.